verschrikkelijk? Ja. Nou, hij niet. Maar en zij wel. Ik vind ze allebei niet leuk. Ik vind Champ een beetje gek. Ze zitten een beetje uitgedroogd uit, ja. Ze zijn heel hatelijk tegen elkaar. Hey Alex. Wij geven elkaar wel een hand. Ja, lijkt me een goed plan. Ja, want Trump en Clinton beginnen hun debat soms een beetje raar. Dat ze elkaar geen hand geven? Ja, was heel dat ongemakkelijk. Dat is heel raar natuurlijk, heel ongemakkelijk. Echt, ze zijn geen vrienden van elkaar volgens mij. Nee, dat is dat wel zie heel je duidelijk. Wel. Dat het, ik vind het een heel raar signaal. Want je wilt president worden van het grootste land van de wereld, het belangrijkste land van de wereld. En ik denk, als je eenmaal president bent, ga je ook heel veel mensen ontmoeten die je misschien ook niet zo heel leuk vindt. Alex Klusman heeft Clinton en Trump goed bestudeerd. Hij weet dat ze er alles aan doen om de populairste te zijn. En dat het vaak om de kleinste dingen kan gaan. Dat vlaggetje op zijn borst, oh ja? Dat is heel belangrijk, hè? Dat is een Amerikaanse vlag, ja, dat is een Amerikaans vlaggetje. En daarmee zegt hij eigenlijk, ik ben heel erg voor Amerika. Ik hou van Amerika. Ik ben degene die Amerika groot en sterk zal maken. Ja. Dus daar is stiekem ook over nagedacht. Oh ja, zeker. Er is over alles nagedacht. Over de kleur van het pak, over de kleur van de das is nagedacht. Over wat Clinton aan heeft, over de ringen die ze aan. Niet te veel ringen, één ring, wel een grote, duidelijke ring. Meen je dat nou? Over alles is nagedacht. Niet alleen over hun uiterlijk, maar ook over hun reacties hebben ze van tevoren nagedacht. Dat ze rustig en cool blijven. Al is dat vooral voor Trump vaak lastig. Hij gaat lopen. Ja. Het is een soort van, in Artis in de dierentuin hier in Amsterdam heb je van die leeuwen. En het enige wat die doen is de hele dag heen en rondjes lopen. Ja, dat is ijsberen. Heel vervelend. Ijsberen. En ik denk dat je nu gaat denken van, oh, maar dat klopt dus een beetje wat mevrouw Clinton zegt. Want hij wordt zenuwachtig. Ja. Hij wordt onrustig. En dat is het laatste wat hij wil natuurlijk, dat mensen dat zien. Clinton heeft geleerd vooral vriendelijk te blijven glimlachen. Zij kijkt nu wel mooi of zo. Een soort vredig. Ja, vredig van laat hem maar uitrazen. Weet je, straks sluiten we hem weer op, is een gorilla hok. Maar die lach bij haar is soms gewoon nep, zegt Alex. Dit voelt niet heel goed, deze lach. Ja, ik vind hem heel vervelend, die lach. Waarom vind je hem vervelend? Omdat hij zo onecht is. En ik vind altijd als je voor mensen wil zijn, voor mensen wil stemmen, want daar gaat het hier om, dan moeten het mensen zijn die je vertrouwt en die ook echt zijn. En ik bij dit, als ik dit zie, denk ik, ah, zie je wel, zij is ook niet echt. Ze mogen het nog één keer in een tv-debat proberen. Maar voor deze kinderen is er nu al een duidelijke winnaar. Clinton. Clinton. Hillary Clinton. Clinton.